Goedenavond, dames en heren. Dank u allemaal voor de komst naar deze bijeenkomst met slechts één agendapunt, maar wel een heel belangrijk agendapunt. Ik heet u allen van harte welkom en ik wil bij deze de vergadering openen. Even kijken, wij hebben vanuit onze kant geen mededelingen en ik zie dat de heer Van der Valk graag een mededeling wil doen. Bij deze. Ja, voorzitter, dat doe ik graag, maar als u mij toestaat, doe ik het vanachter het spreekgestoelte. Omdat ik het niet vanuit de fractie, maar namens de raad wil doen. Bij deze akkoord. Dank u wel. Als voorzitter van het presidium wil ik het volgende graag kwijt. De gemeente Hardenberg was als volgende gemeente binnen de veiligheidsregio afgelopen vrijdag aan de beurt om voor een korte periode asielzoekers of vluchtelingen op te vangen. Het ging om een aantal van ruim 250. Een crisisopvang. Zoals we alle weten is die periode van 3 dagen die er staat voor een crisisopvang, die is inmiddels verlengd tot donderdagmiddag aanstaande. Wij hopen dat de mensen die hier nu zo kort zijn en zo kort mogen verblijven, de komende tijd ook een passende en veilige plaats in de Nederlandse samenleving mogen vinden. Namens de raad, eigenlijk alle fracties zoals hier aanwezig vanavond, wil ik allen die bij de crisisopvang afgelopen weekend betrokken zijn, een groot compliment maken. Ik ga geen namen noemen, want dan zou ik ongetwijfeld anderen tekorten doen. Maar de evenementenhal en alle betrokken professionele organisaties en zeker ook onze eigen bestuursdienstmedewerkers wil ik nadrukkelijk bedanken voor alle inspanningen en hun betrokkenheid. Dat deze opvang bij onze burgers naast kritische geluiden ook heel veel goodwill heeft losgemaakt, is ook zonder meer duidelijk. Hulde ook voor de snelle hulpacties vanuit de bevolking. De kracht van Hardenberg, gewoon doen, bewijst zich ook hier weer eens nadrukkelijk. En daar kunnen we trots op zijn. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel voor deze mooie woorden. Ik denk dat iedereen zich daarbij aan kan sluiten en aansluit. Dan kom ik bij het punt vaststelling agenda. Kan de raad ermee akkoord gaan dat de agenda staat zoals die staat? Ja. Er heeft niemand zich gemeld voor het spreekrecht, dus we gaan over naar de meningsvormende onderdeel van deze vergadering. De evaluatie bestuursdienst Omme Hardenberg 2015. En wie mag ik daarover het woord geven? Even aan. Elke fractie. En dan begin ik bij de fractie van GroenLinks. Dat was een verrassing, die zag ik niet aankomen. Dank u wel, voorzitter. Wij hebben de stukken bestudeerd en we hebben goed geluisterd naar de evaluatiebijeenkomst die we vorige week hebben gehad. En wij vinden dat er voldoende kritische dingen meegenomen zijn in de rapportage zoals ze liggen. En dat wij in afwachting zijn van hoe het dagelijks bestuur omgaat met ontwikkelplannen. En dat wij inderdaad voor kennisgeving aannemen zoals die nu voor ligt. En dat wij wijsheid mee willen geven aan de bestuursdienst om inderdaad de kwaliteit van het personeelsbeleid en dergelijke op te gaan waarderen op een goede wijze. En hopen dan ook dat de financiële vraag richting de raad niet gaat komen zoals het ook wordt gesteld. Dat was het. Dank u wel, meneer Botter. Voorzitter, na zo'n fusie wil je uiteraard ook een evaluatie die recht doet aan de belangrijkheid van de ambtelijke organisatie zelf. Voorzitter, tegen die achtergrond van de eerdere informatiesessie die wij als raden van Ommen en Hardenberg samen meegemaakt hebben, kregen wij de indruk dat de onderzoekers eigenlijk gewoon opgetekend hebben wat hun eigenlijk verteld is. In de rapportage ontbreekt het aan een nulmeting en echte vernieuwende aanbevelingen hebben we eigenlijk niet kunnen ontdekken. Als op koers hebben we wel gezien dat er afgelopen 3 jaren ontzettend hard is gewerkt door de ambtenaren om die fusie te doen laten slagen.
Maar bij de evaluatie was het op zijn zachtst gezegd opmerkelijk dat de nieuwsbrenger van het onderzoeksbureau benadrukt dat de grens van het bezuinigen op de kosten wel is bereikt, terwijl daar in feite geen onderbouwing voor is genoemd. En onze vraag is eigenlijk, hoe kan zoiets? De staf van het bestuursdienst wordt door het onderzoeksbureau gecomplimenteerd met de genomen stappen om de topstructuur van de BOH te optimaliseren. En laat nu de genomen verbeterstappen, die gebaseerd zijn op die adviezen, opgeschreven zijn door hetzelfde bureau dat nu die complimenten ook daadwerkelijk uitdeelt. En ja, wij vroegen ons af, van, is dat eigenlijk niet heel erg vreemd? Het voelt eigenlijk zoiets als een slager die zijn eigen vlees keurt. En dat voelt niet goed. En we zijn eigenlijk benieuwd wat het college daarvan vindt. Als laatste, voorzitter. Met zulke geweldige resultaten die genoemd worden in het rapport en van de bestuursdienst zelf, is op koers benieuwd in hoeverre dat tot lastenverlaging in 2016 leidt voor al onze inwoners van onze prachtige gemeente. Dat in eerste instantie, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel. De heer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Een paar kleine vragen ten aanzien van de evaluatie zelf en twee vragen in feite over het voorstel zelf. Beginnend maar bij de evaluatie. Het viel onze fractie op dat de evaluatie zich met name heeft gericht op de topstructuur van de bestuursdienst Ommen Hardenberg. Terwijl tussen haakjes de werkvloer min of meer buiten beschouwing lijkt te zijn. Mijn vraag is eigenlijk aan het college heel simpel. Gaat het dus op de werkvloer heel erg goed en moeten we ons alleen maar uitsluitend richten op die topstructuur en dan ook bijvoorbeeld het strategisch denkvermogen daar versterken? Of kunnen wij misschien ook onderwerpen verzinnen zodat we juist de bodem van de organisatie, als ik mij zo mag uitdrukken, kunnen versterken? Het voorstel zelf. Twee vragen, zoals ik al zei. Ten eerste gaat het over een monitoringsinstrument, terwijl, als ik het wel heb begrepen uit de presentatie die ons is gegeven destijds in Ommen, dat er al voldoende monitoringsinstrumenten zouden kunnen zijn. Is een nieuw aanvullend monitoringsinstrument nog nodig, is onze vraag. En de tweede vraag gaat over het financieel verdeelmodel, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen een basispakket en een pluspakket. Dat lijkt ons een onnodige bemoeilijking, zeg maar, van de samenwerkingsverband. In het adagium keep it simple is ook onze vraag hier, is dit absoluut noodzakelijk? Tot zover deze vraag. Dank u wel. De heer Gelling. Voorzitter, dank u wel. Ik begrijp dat we alle punten in één keer behandelen. Voorzitter, de evaluatie, het financiële verdeelmodel en alles gaat in één keer erdoor. Nou, dat belooft niet veel goed. Nee, dan heb ik een paar puntjes. Ik begrijp dat ik meneer Van der Valk nog wel eens kwijtraak. Misschien dat u zijn concentratiecurve even in de gaten kan houden, voorzitter. Dat mocht ik te ver gaan, dan hoor ik het graag. En dan knip ik het in verschillende pasjes en maak ik gebruik van een tweede en een derde en een vierde ronde. Voorzitter, mag ik een opmerking maken? Ik doe graag de toezegging nu al vast aan de heer Gelling dat ik hem uitstekend in de gaten zal houden. Dank u wel. Dat heeft hij me weer verkeerd begrepen, want ik vroeg of we hem in de gaten wilden houden. Dan gaat hij mij weer in de gaten houden. Zullen we nu dan overgaan tot de... Voorzitter, ik doe net alsof ik niet gehoord heb. We gaan gewoon verder en ik negeer de hoek daar. Voorzitter, laat ik beginnen met de constatering dat mijn fractie de onderzoeken echt uitstekend vindt. Buitengewoon helder, duidelijk, goede constateringen en een generaal goed idee wat wij daarvan krijgen. Alleen de gevoelswaarde en de constatering die erin zitten, die vinden wij wat afwijken. En dat is mijn eerste vraag van de zinsnede die in het jaarverslag stond van de BOH-voorzitter. En ik lees hem even voor en dan wellicht dat daar mijn vraag uit voortkomt. Er stond namelijk in het jaarverslag op pagina 23 dat de BOH is ter zake van dienstverlening aan zowel interne als externe klanten onderscheidend en vooruitstrevend. En staat landelijk bekend als goede dienstverlener door een omgevingsgerichte attitude en een focus op duurzaamheid, innovatie, optimalisatie en kwaliteit. Dat gaf ons een buitengewoon prettig gevoel. Dat was zo in april en mei. Maar ik moet u zeggen dat ik dat gevoel eigenlijk nergens terugzie in de onderzoeken die ik wel heel kritisch vind in hun slotsom. Als je namelijk doorleest, dan zie je telkens de vraag eigenlijk van, ja, geen nulmetingen. Dus waar hebben we het nou precies over? Waar willen we naartoe?
En eigenlijk moet ik als buitenstaander constateren, ik was er in 2012 niet bij. En dat leek toen vast een hele goede gedachte om het zo te doen. Maar als je het zo doorleest, is de hoofdvraag eigenlijk, ja, waarom? Is het nou het doel om de BOH als organisatie in stand te houden? Of moet de BOH, is het de opmaat naar een vervolg om met Ommenes in gesprek te raken? Ik heb daar een heel aantal voorbeelden voor, maar die zal ik even bewaren voor de tweede termijn, voorzitter. Ik denk dat mijn eerste vraag wel duidelijk is. En nog even kort samengevat, is de BOH een doel op zich? Dus moet dat in stand worden gehouden, koste wat het kost? Of is de BOH een eerste aanzet om te komen tot een nauwere samenwerking met wellicht Ommen? Dank u wel. Dank u wel. De heer Stelpstra. Dank u, voorzitter. Wij vonden de rapportages ook helder te lezen, goede rapportages. En wij kunnen ons vinden in de voorgestelde besluiten. Inhoudelijk, met name van BMC, zijn er toch wel interne bedrijfsvoeringspunten. Wel willen we nog even stilstaan bij het onderdeel kwaliteit. In de vergelijking komen daar nog op een aantal punten wat lagere scores uit. En wij missen ook een vergelijking met de beginsituatie. Op die kwaliteitskenmerken en met name naar de dienstverlening naar de burgers. En wij willen graag de portefeuillehouder vragen om daar nog een vergelijking van te maken ten opzichte van de situatie toen en nu. Dat ten aanzien van het financiële verdeelmodel lijkt ons een goede beweging om deze in te zetten. Een kleine technische vraag, past dit proces goed naast de prioriteit van het VPB-traject? Daarnaast, en de heer Gelling refereerde daar ook al aan, zijn wij benieuwd hoe het college de huidige samenwerking voor zich ziet. Willen ze de huidige situatie verder ontwikkelen of heeft het college nog een ander vergezicht voor zich? Dat was het voor nu. Dank u wel. De heer Van der Valk. Dank u wel, voorzitter. Ja, wij hebben ook de presentatie van BMC op 23 september, de heer Botter refereerde er ook aan, als verhelderend ervaren. De nul situatie is ook al een aantal keren gezegd, dat hebben wij in de tijd als CDA ook aangegeven, van eigenlijk zouden we een nul situatie moeten hebben, maar die is er nooit gekomen. En daar lopen we dan nu wel eens een klein beetje tegenaan misschien. Maar ook uit de presentaties en ook uit het verhaal begrijp ik dat cijfers gemiddeld tot goed zijn te noemen. Een paar opmerkingen die ook de 23e gemaakt werden, daar wil ik toch nog wel even op terugkomen. Eén element is het btw-nadeel. De inleider toen zei ook van, ja, eigenlijk is dat zoiets geks wat ons door de landelijke politiek wordt opgelegd. We moeten wel samenwerken en anderzijds worden we gestraft met een btw-nadeel. Als CDA hebben we eerder ook al eens geopperd van zou je de bestuursdienst niet bij één van de twee gemeentes kunnen onderbrengen en dan uitlenen aan de andere plegen en op zo'n manier die btw beduidend verminderen. Nou, daar wil ik graag een reactie op van het college of bijvoorbeeld ook in de lijn van wat de heer Stelpstra vraagt, van welke vergezichten hebben we voor ogen, zou dit ook een mogelijk vergezicht kunnen zijn. Ja, en dan het verdeelmodel. Wij wachten het voorstel af wat wordt toegezegd in het voorstel wat nu bij de Raad ligt en zullen er dan op reageren. Maar ik kan me voorstellen dat je naast een vast deel ook een flexibel deel gaat hanteren. Dan nog één opmerking die ook de 23e is gemaakt. Dat men zei van die topstructuur die is aangepast en dat is een verbetering zoals de evalueerders het zien. Maar je zou nog iets verder kunnen gaan door het DB van de bestuursdienst bij de directie neer te leggen. Nou, dan wil ik ook graag even een eerste reactie van het college. Dank u wel. Dank u wel. Mevrouw Kloekhorst. Dank u wel, voorzitter. Onze fractie heeft met belangstelling het voorliggende raadsvoorstel en verslag gelezen. En we hebben een aantal vragen voor de portefeuillehouder. Een aantal zijn ook al genoemd, maar lees het toch even op. Belangrijk doel van de oprichting van de BOH was het verhogen van de kwaliteit. Nou, daar werd ook door de ChristenUnie al naar gerefereerd. En dan ook voornamelijk in de dienstverlening voor onze inwoners.
In het rapport wordt verwezen naar cijfers verstrekt door de website waarstaatjegemeente.nl. Echter, deze cijfers zijn niet geheel up-to-date. Het verslag lijkt ons inziens intern gericht, terwijl de belangrijkste klant, onze inwoners, toch wel onvoldoende belicht worden. Waarom is er geen recent klanttevredenheidsonderzoek gedaan die meegenomen kon worden in deze evaluatie? De gegevens die wel genoemd zijn met betrekking tot service richting onze inwoners, hebben voor het overgrote gedeelte een lage score. Telefonische bereikbaarheid, digitale bereikbaarheid, zorg voor kwetsbare groepen en algemene waardering van de dienstverlening. Dus ik hoor graag daar nog van de portefeuillehouder over. Een tweede ding voor onze fractie. Voor wij akkoord willen gaan met visieontwikkeling, verdere doorontwikkeling van de BOH, is het misschien wel goed om even pas op de plaats te maken. En ik zou daar ook graag een reactie van onze collega-fracties over willen hebben. Of het vraagstuk van een mogelijke bestuurlijke fusie niet eerst op de agenda zou moeten komen. Als we akkoord gaan met een doorontwikkeling, in hoeverre is een bestuurlijke fusie dan nog een bespreekpunt? Een aandachtspunt hierbij is voor ons ook de beleidskeuzes in de toekomst. In hoeverre willen Harrebergen om en altijd hetzelfde beleid? Een ander zorgpunt is de afstand die lijkt te ontstaan tussen de politiek en onze uitvoeringsorganisatie, die juist door bijvoorbeeld juist die uittreding uit het bestuur. Daar werd door het CDA ook al even naar gerefereerd. Ook wij willen een opmerking plaatsen over de BMC die de evaluatie heeft gemaakt. Op koers refereerde daar ook al naar. In hoeverre is de objectiviteit gewaarborgd, aangezien deze club ook de opdrachtverstrekking rond het vraagstuk topstructuur heeft uitgevoerd. En ik wilde daarmee afsluiten, keurt hier de slager niet zijn eigen vlees, maar daar was iemand mij voor. Voorzitter, mag ik mevrouw Kloekast een vraag stellen? Begrijp ik goed dat u zegt van het traject van de doorontwikkeling van de BOH, dat kan niet gelijktijdig lopen met vragen rondom van moeten we met omgaan fuseren of niet? Jazeker, dat zal wel parallel kunnen lopen, denk ik. Ja, maar dan zouden we toch nu ook, als we dat willen, door kunnen gaan met de doorontwikkeling van de BOH. Want ik begreep even uit uw woorden dat u zegt van met de doorontwikkeling even pas op de plaats en eerst maar eens even kijken naar de vraag van een mogelijke bestuurlijke fusie. Nou, ik denk dat het wel belangrijk is om ook de bestuurlijke fusie dan op de agenda te zetten. Aangezien als je hier heel veel stappen in gaat maken, in hoeverre is dat dan nog een bespreekpunt? Dank u wel. Wel even voor de herinnering. Het gesprek wordt via de voorzitter gevoerd. Dus de volgende ronde misschien wel even iets om op te letten. Dan kijk ik naar de portefeuillehouder. Die kijkt terug en komt de vragen beantwoorden. Dank u wel, voorzitter. Ja, dank voor de opmerkingen die gemaakt zijn vanuit de raad. Hier ligt het onderzoek voor de evaluatie van de bestuursdienst Ommen Harreberg na 3 jaar. Zoals gezegd, wij zijn nu 3 jaar met elkaar onderweg. En BMC hebben wij gevraagd om dit onderzoek te doen. Maar om daar direct maar mee te beginnen. Het is niet de slager geweest die het eigen vlees gekeurd heeft, maar het is misschien wel de slager geweest die het vlees van verschillende kanten heeft gehaald om tot dit complete onderzoek te komen. Want BMC heeft een deel van de onderzoeken zelf gedaan, maar heeft ook gebruik gemaakt van de onderzoeken, de resultaten van onderzoeken die van andere partijen kwamen. En dat is denk ik wel belangrijk om te constateren, omdat daarmee ook de objectiviteit gezocht is, zeg maar, in de onderzoeken. En dan doel ik onder andere op het verhaal van waarstaatjegemeente.nl. Dat is het verhaal van de VNG, van King. Maar ook het verhaal van Vensters voor Bedrijfsvoering. Daar is gebruik gemaakt van gegevens, cijfers van zowel de eigen organisatie, maar afgezet tegen cijfers van vergelijkbare gemeenten, andere gemeenten in Nederland. En daarmee hebben we heel nadrukkelijk wel geprobeerd die objectiviteit erin te brengen. Ja, wat het onderzoek vooral laat zien is dat we 3 jaar onderweg zijn, dat de winkel is opengebleven, dat is al eerder aan de orde geweest, de winkel is opengebleven, de verkoop is doorgegaan in een roerige tijd,
Maar dat heeft niet geleid tot onderbreking van beleid of tot grote hiaten. Integendeel, we zijn doorgegaan met de bestuursdienst. De bestuursdienst is zowel van Ommen als van Hardenberg. Het is geen doel op zich, deze organisatie. Het moet ten dienste staan van de inwoners van beide gemeenten. En daar is alles op gericht. De drie K's waren daarbij het uitgangspunt. Kosten efficiënt, de kwetsbaarheid verminderen en de kwaliteit omhoog doen. Nou, we hebben al gezien dat de kosteneffectiviteit, dat daar mooie stappen in zijn gezet. Dat laat het onderzoek ook zien. Er lag een taakstelling aan de voorkant door de Raad van Hardenberg aangegeven van totaliteit 1 miljoen. 700.000 euro voor de gemeente Hardenberg te verdienen. En voor om zo'n 3 ton. Die is ingeboekt, die is verwerkt. En daarbovenop hebben we nieuwe bezuinigingen doorgevoerd ook in de begroting van Hardenberg. Maar die hebben ook de bestuursdienstbegroting geraakt. En ik denk dat het goed is om aan te geven dat we in totaliteit zo'n 4 miljoen, ruim 4 miljoen euro hebben structureel hebben bezuinigd op de gemeentelijke organisatie. En dat is dan het aandeel alleen van Hardenberg. Dat is dus inclusief die 700.000 euro wel te verstaan. Dus we hebben veel meer bezuinigingen binnengehaald. Dat was ook overigens de opdracht gewoon om dat te doen. Maar dat geeft ook wel aan dat, en dat is ook wat BMC denk ik bedoelde. En daarmee kom ik ook tegemoet aan één vraag onder andere van op koers.nu. Die bezuinigingen. BMC zegt daarover van ja, denk goed na wat je nog doet, want de kritische grens is bereikt. Ja, dat is de opmerking die is gerelateerd aan onder andere dit cijfermateriaal. Het gaat niet alleen om geld, zeg ik er dan direct bij. Het gaat ook om die andere K, de kwaliteit van de dienstverlening. En ja, dat is ook, dat blijkt ook uit onderzoek, dat is een van de kwetsbare dingen nog steeds van deze organisatie. Voldoende strategisch vermogen ontwikkelen. Nieuwe vraagstukken die op ons afkomen. Hoe gaan we daarmee om? Zijn we in staat om daar goed mee om te gaan? Nou, we kennen het vraagstuk in het maatschappelijk domein. Een heel andere houding, een heel andere taakopvatting die daar is gekomen. Gedecentraliseerde taken naar de gemeente toe. Niet alleen maar uitvoering, maar ook, ook beleid voeren. Strategie uitdenken. Welke kant wil je op met de sociale vraagstukken? Hoe geef je dat vorm? Geen loketfunctie alleen, maar ook samenwerken met partners in dat maatschappelijk veld om doelstellingen die door uw raad zijn opgedragen, om die te bereiken. En dat vraagt andere personele invulling. En in die slag zitten we, en in die doorontwikkeling zitten we momenteel volop. En dat is ook een van de aanbevelingen die ook wordt gegeven van zet daar meer op in, zet daar goed op in. Ga dat verder doorontwikkelen. En daar is een programma inmiddels voor bedacht, dat heet dan BOH. Best. Als ik even naar de vragen kijk, voorzitter. Ik wou ze maar even puntsgewijs doorlopen. Mag ik even een verhelderende vraag stellen over dat strategisch denkvermogen van de organisatie? Of komt u daarop terug? Ik kan daarop terugkomen straks nog even bij. Als ik de vragen doorloop, als u het goed vindt. Ja? GroenLinks had inderdaad de vraag van hoe gaan we om met de knelpunten? Er zijn aanbevelingen voor gedaan en het voorstel is ook in de richting van uw raad om het college op te dragen daarover met de directie in afspraken te maken. Dat zit ook in de planning. We willen dat voortvarend oppakken. Er zitten eigenlijk twee lijnen in en dat zijn de knelpunten die geconstateerd zijn voor wat betreft bedrijfsvoering. Die willen wij als dagelijks bestuur of als bestuur van de bestuursdienst Ommen Hardenberg heel graag neerleggen bij die directie. Om de opdracht te geven om daarmee aan de slag te gaan. Dat gebeurt op dit moment voor een deel gebeurt dat ook al. Wat ik net vertelde, dat zit in dat bestuursdienst Ommen Hardenberg manifest. Of nee, ik moet zeggen het BOH beste verhaal. Daarin zitten de opgaves in. Aan de andere kant is er de bestuurlijke lijn. Daar kom ik straks nog even op terug. Want daarin een aantal van de andere fracties heeft daarin ook opmerking gemaakt. Van hoe ziet u dat bestuurlijk? Hoe wilt u verder gaan? Daar kom ik straks nog even op terug. Op koers.nu heeft het over de bezuinigingen gehad. Nou, ik heb al aangegeven, 2016, daar zit dan zo'n ruime 4 miljoen structureel in voor de gemeente Hardenberg aan gerealiseerde bezuinigingen. Hoe ziet dat eruit in vergelijking? Ook maar weer even gerefereerd aan het verhaal. Wat u aangaf dat BMC de slager is die het eigen vlees keurt. BMC zegt bijvoorbeeld of laat zien uit de cijfers voor vensters voor bedrijfsvoering.
Dat is het verhaal van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, dat onze organisatie met 6,7 FTE per 1000 inwoners aanzienlijk binnen het landelijke gemiddelde ligt van 7,9 FTE per 1000 inwoners. Dus we zitten echt fors onder het gemiddelde aantal grootte wat gemeente betreft voor wat betreft personele bezetting met vergelijkbaar takenpakket. Dus daar blijkt dat ook wel uit, dat we zeggen van nou, dit is wel een beetje, u heeft wel een beetje de ondergrens bereikt. En wees daar voorzichtig mee. D66, dat gaat in op, dat is het verhaal rondom, hoe ga je om, is de evaluatie niet alleen gericht op de topstructuur? Nee, zeg ik dan, integendeel. Bij de tussenevaluatie hebben we vooral naar de topstructuur gekeken. Maar bij deze eindevaluatie ligt de nadruk vooral ook op juist de hele organisatie. En daar is onder andere ook gebruik gemaakt van het vitaliteitsonderzoek onder medewerkers. En dat is onderdeel weer van dit BMC-rapport. Dat is een zelfstandig onderzoek geweest, maar de resultaten daarvan, en dat gaat dus echt over de hele organisatie heen, dat is het vitaliteitsonderzoek. Nou, en als ik dan even naar de toekomst kijk, want we hebben ook gezegd, en ook de ondernemingsraad heeft daar een opmerking over gemaakt, van monitor dat nou ook naar de toekomst toe. En daar zijn ook afspraken over gemaakt in het kader van medewerkerstevredenheidsonderzoeken, waarvan de eerste volgend jaar zal plaatsvinden in 2016. Om ook voortdurend te monitoren van hoe wordt het nou door de medewerkers beleefd, al die, die ontwikkelingen die er gaande zijn. Toch die verhelderende vraag die ik toch al wilde stellen, voorzitter, als dat mag. Dat mag. Akkoord. Prima dat het onderzoek zich richt op de gehele organisatie. Ik haak eventjes aan op de aanbeveling het versterken van dat strategisch denkvermogen. U refereerde al bij de inleiding daar ook aan, burgemeester. Kijk, D66 is altijd voor vernieuwing van de overheid, maar dit voelt een beetje alsof dit toch aan de bovenkant zeg maar, van de organisatie moet plaatsvinden. Terwijl we juist zien dat er ook mogelijkheden zijn aan de onderkant. En dus is eigenlijk mijn expliciete vraag, krijgen wij ook voorstellen of resultaten daarvan terug te zien op een of andere manier, die door de hele organisatie dan worden doorgevoerd? De resultaten is goed om die aan u kenbaar te maken. Maar voorstellen moeten wij vooral vanuit het dagelijks bestuur richten aan de directie. Om daar samen met de organisatie en de medewerkers mee aan de slag te gaan. Die voorstellen, daar hoeft u niet iets mee te doen. Maar daar moet vooral de organisatie zelf iets mee doen. En het BOH-best-verhaal, de ontwikkelagenda eigenlijk van de organisatie. Daarin zitten de opdrachten om met de organisatie in zijn totaliteit, dus medewerkers, zelfverantwoordelijke medewerkers die omgevingsgericht zijn, bestuurlijke sensitiviteit hebben, die daarmee aan de slag moeten, zeg maar. En daar moet dat vooral gaan gebeuren. En daar liggen ook de voorstellen eigenlijk voor hier aan de grondslag. Dus dat vindt plaats en die resultaten is denk ik goed dat u dat ook gewoon in het vervolg, en dat is het mooie ook wel van dit verhaal, en dan kom ik ook bij het verhaal van de nulmeting die door verschillende partijen, waaronder de ChristenUnie, het CDA ook is aangemerkt. We hebben in 2012 eigenlijk gewoon met elkaar besloten om geen nulmeting te doen. En dat had een beetje de oorzaak of de reden daarvoor onder andere was onder meer dat er zoveel ontwikkelingen op die gemeente afkwamen. Dat we zeiden van we staan nog maar aan het begin van de 3 decentralisaties. Die moesten toen nog beginnen. Veranderingen in het grondbedrijf. De situatie is in 3 jaar tijd zo volledig veranderd dat daar niet eens een fatsoenlijke nulmeting op te maken zou zijn. Maar we hebben gezegd van dat kan zo zijn. Maar nu hebben we die meting wel gedaan. En laten we dan ook kijken, en dan specifiek in het kader van dienstverlening, naar de toekomst toe, hoe we dat dan die verdere meting vorm gaan geven, of in ieder geval die monitoring verder doorontwikkelen. En dat kan ook, omdat onder andere waarstaatjegemeente.nl daar gewoon een hele goede input op dit moment voor biedt, om daar ook richting en inhoud aan te geven. Dus in die zin zult u dat ook als raad terugkrijgen, de resultaten van onder andere dienstverlening en dergelijke. Ik kom bij de vraag van de VVD, want dat is ook wel een interessante opmerking over de mooie volzinnen in de jaarverslagen, onder andere het jaarverslag van de bestuursdienst, maar vooral ook
ja, waar gaat dit nou naartoe en hoe ga je hier verder mee? Is de BOH een doel op zich? Nou, ik heb net al aangegeven wat het bestuur betreft, absoluut niet. Het is dienstbaar aan en staat ten dienste van de opdracht die er ligt in de samenleving. En daarvoor gebruiken wij, zeg maar, de bestuursdienst als een middel. En hoe ga je daar dan verder mee? Een vraag die de Partij van de Arbeid heeft. Ik denk dat het goed is om te zeggen, ik heb dat eerder ook al kenbaar gemaakt. Eigenlijk de beide dagelijks besturen, of laat ik zeggen de beide colleges, zowel van Om en Hardenberg, zeggen van op dit moment wat realistisch is, wat haalbaar is, waar we verder mee aan de slag willen, is de doorontwikkeling van de organisatie. Maar dat ligt vooral bij de directie. En waar wij naar moeten kijken is of we op dat andere spoor, dat bestuurlijke spoor, niet veel meer nog de inhoudelijke samenwerking kunnen gaan vinden. Waarbij als uitgangspunt geldt op dit moment dat de gemeenteraden autonoom zijn. Dus die bepalen uiteindelijk hoe het beleid eruit gaat zien. Maar we in de praktijk en in de werkelijkheid ook zien dat we meer en meer de samenwerking zoeken. Niet alleen tussen Om en Hardenberg, maar ook in regionaal verband. Voorbeelden daarvan zijn onder andere de regionale uitvoeringsdienst. Waar we ook die inhoudelijke samenwerking meer en meer zoeken. De jeugdzorg, om een ander voorbeeld te noemen. En op het veiligheidsdomein. Politie, brandweer, de integrale veiligheidsagenda van de gemeente zelf. En wij hebben gezegd, laten we nou kijken of we vanuit beide besturen in de vorm van een bestuurlijk manifest, dat we zeggen van we willen nog nadrukkelijker die samenwerking met elkaar op gaan zetten. En dat zit dan op drie sporen. Dat is om te kijken in de ruimtelijk-economische agenda, of je elkaar kunt vinden. Wat is onze positionering als Hardenberg en Ommen gezamenlijk in de regio? Hoe gaan we dat, hoe positioneren we ons op economisch terrein in die regio? Maar ook op sociaal-maatschappelijk domein. En daarin zijn we natuurlijk, in de praktijk hebben we daar al behoorlijke stappen gemaakt. Rondom de drie decentralisaties. De samen-doen-teams, waar we dezelfde structuur kennen in Ommen als in Hardenberg. En op het gebied van overheidsparticipatie zou ook een hele interessante zijn om te kijken van ja, hoe treed je nou als overheid richting die samenleving? Hoe ga je om met burgerinitiatieven? En zouden we daar niet veel meer gezamenlijk dat op kunnen pakken? Maar we realiseren ons, hè, dat is de ambitie van beide colleges op dit moment. En gaat het dan ver genoeg? Je moet kijken naar wat wenselijk en wat haalbaar is. En ik constateer dat er vanuit het Rijk geen opdrachten liggen om te komen tot bestuurlijke fusies, tot herindelingen. Het Rijk heeft daar geen opdracht voor. Maar ook het onlangs gesloten coalitieakkoord van de provincie Overijssel rept daar met geen woord over. En er moet een bereidheid zijn bij beide partijen om het daarover te hebben. En die bereidheid die constateer ik op dit moment niet. Maar we hebben wel gezegd van binnen dat gegeven gaan we wel kijken hoe we inhoudelijk zo ver mogelijk kunnen komen. Omdat wij denken dat dat voor de inwoners van beide gemeenten gewoon dat daar winst te halen is. Mag ik u verzoeken om toch te proberen iets te beperken? Zij komt dan tot een afronding bijna, maar niet helemaal. Ik vond het net interessant worden, voorzitter. Ja. Nee, maar goed, dit is wel heel cruciaal om het. Dit is het perspectief vanuit het bestuur, vanuit het college op dit moment. Waarbij wij zeggen van dit is voor ons het maximaal haalbare op dit moment. Waarbij wij ook denken dat we daar goede stappen in kunnen zetten. En dat zouden wij ook heel graag verder vorm willen gaan geven. En daar zijn we op dit moment ook mee bezig. Ik heb denk ik in die zin ook al stilgestaan bij de vraag van de ChristenUnie rondom de nulmeting. Daar heb ik iets over gezegd. Dat hebben we niet gedaan in 2012. Ja, de vraag was anders. De heer Stelpstra. Dank u wel, voorzitter. De vraag was of er een vergelijking kan worden gemaakt op een aantal aspecten van klanttevredenheid van toen naar nu. Dus het gaat niet zozeer om een nulmeting. Het hoeft helemaal geen grote exercitie te worden. Een tabelletje dat we even een gevoel krijgen van hey, hoe is die klanttevredenheid of burgertevredenheid, hoe heeft die zich ontwikkeld? Ik wil daarnaar kijken of we dat kunnen oplepelen als het ware van wat voor cijfermateriaal is er in die beginsituatie geweest in 2011 misschien kijken, 2011, 2012. Dat gaat dan wel alleen voor het cijfermateriaal van Hardenberg. En dat is naast te zetten, naast het
naast de cijfers die er nu liggen. En ik zal daarna kijken of we daar wat materiaal voor op papier kunnen krijgen, een tabelletje of wat dan ook. Hè. Waar staat je gemeente? Daar hebben we toen niet aan meegedaan. Dat was er toen ook nog niet volop ontwikkeld. Maar we kunnen kijken of we eigen onderzoeken hebben uit die periode, waar we ze wat kunnen zeggen over hoe werd die klantbeleving beleefd. Ja. Dank u voor die toezegging. Wordt meegenomen in de slagwerking. Akkoord. Dan nog even de vraag van het CDA over de suggestie die wordt gedaan over het btw-nadeel wat er ligt. En zou je daar niet anders naar kunnen kijken? Ik denk dat we eens kunnen kijken naar de mogelijkheden die er zijn om met de suggestie van het CDA om te gaan. Onderbrengen bijvoorbeeld bij één van de gemeenten. Ik zeg er dan wel bij, dat is vooral een administratieve onderbrenging, voor alle duidelijkheid, dat we het daarover eens zijn. En dan is het ook de vraag bij welke gemeente dat dan is. Daar kunnen we eens kijken of we daar wat materiaal van hebben, van wat de voor's en de tegen's zijn. Waarbij ik ook opmerk dat we als overheid wel het goede voorbeeld moeten geven rondom omgaan met belastingafdrachten. Dus dat is ook iets waar je ook rekening mee moet houden. Het dagelijks bestuur onderbrengen bij de directie. Een van de suggesties die ook uit het BMC-rapport komt. Wij zijn daar als, laat ik even vanuit Hardenberg spreken, een groot voorstander van om dat in gang te gaan zetten. Om te kijken onder welke condities je dat kunt doen. Maak de directie volledig verantwoordelijk voor die bedrijfsvoering. Ook een college moet daar op afstand gaan zitten. Dus daar, goede suggestie, daar gaan we mee aan de slag. Ik denk, voorzitter, dat ik daarmee de belangrijkste punten voor dit moment, zoals ze tot mij kwamen, heb gehad. Ik mis, denk ik, toch nog het antwoord op de vraag van het CDA over het verdeelmodel. Ja. Correct, maar die neemt de portefeuillehouder financiën voor zijn rekening. Dus dan geef ik graag het woord aan de heer Prins. Voorzitter, ik had nog een vraag aan de portefeuillehouder, als u dat goed vindt. Ik denk dat hij eigenlijk door moet gaan naar de tweede termijn. Nou, het was een vraag die hij niet beantwoord heeft, maar in zijn betoog aangaf dat hij er waarschijnlijk de rest van zijn eerste termijn op terug zou komen. En volgens mij heeft hij dat niet gedaan. Dus om het met andere woorden te zeggen, een verduidelijkende vraag. Stel hem en dan. Goed, de portefeuillehouder ging op een gegeven moment even kort in op die strategische functie. En toen noemde hij één voorbeeld en dat was dan op sociaal domein. Maar ik ben wel benieuwd of hij meer voorbeelden heeft waar dan die strategische functie zich nadrukkelijk mee bezighoudt. Met welke beleidsterreinen? Zouden daar meer voorbeelden genoemd kunnen worden? Voorzitter, ik vond het net al erg veel bedrijfsvoering en nou gaan we er nog verder op in, lijkt mij. Nou, ik denk dat strategie van beleid, dat een beetje verder gaat als bedrijfsvoering. Mijn mening en daarom mijn vraag. Ja, ik heb het anders gelezen. Volgens mij ging het om het strategisch vermogen van de medewerkers, maar... Nee, het gaat echt om een strategische positie, dus ik geef de portefeuillehouder het woord. Dank u wel, kom ik toch nog weer terug. Maar het is terecht inderdaad, dat de heer Dogger opmerkt, dat gaat over niet zozeer de strategisch vermogen van de organisatie zelf, maar meer de positionering, niet van de organisatie, niet van de BOH, maar wel van beide gemeenten in de regio. En ik heb... Daar het voorbeeld genoemd van het maatschappelijk domein, dacht ik. Hoe we meedoen op de inhoudelijke agenda om die vorm te geven in de regio. Rondom jeugdzorg bijvoorbeeld, waar we gewoon echt aan tafel zitten. De ook bestuurlijk trekker zijn van een aantal onderdelen. Maar dat verhaal zou je ook kunnen opmaken voor de rol bijvoorbeeld die we op de economische terrein spelen in de regio. In de regio Zwolle. Waar wij ook trekker zijn op het gebied van de internationalisering. Maar ook in het cluster agri-food, zeg maar, ook heel nadrukkelijk als Hardenberg die agenda zelf vormgeven. Dus wat wij vinden, wat wij belangrijk vinden, wat onze mensen in ons gebied belangrijk vinden, zijn wij in staat om op die regionale tafel te leggen. En dat is, daarmee ben je agenda-zettend. Nou, en zo zijn er nog wel een paar voorbeelden te noemen waar we in ontwikkeling zijn. Ik wil eigenlijk verkeer en vervoer noemen, maar ik realiseer me ook dat dat... nog niet op alle treinen even goed lukt, dat daar nog wel wat ambities liggen. Maar goed, we zijn ook nog maar een paar jaar onderweg. Ja, dank u wel. En dank u wel. Nou, dan alsnog het woord aan wethouder Prinsen. Voorzitter, er ligt een vraag in hoeverre
de verdeling in basispakket, pluspakket, dat absoluut noodzakelijk is. Dat is niet absoluut noodzakelijk. Maar we hebben toch gemeend om nog eens goed te kijken of er een onderscheid aangebracht kan worden tussen, nou, ik noem het maar even gemakshalve, de going concern zaken, als zaken die burgerzaken doet, onderhoud openbaar groen, strooien. Nou, zo kun je een hele hoop zaken noemen die in beide gemeentes gewoon plaatsvinden vanuit dezelfde invalshoek. En daarnaast is het zo dat er vanuit de beide organisaties, je kunt bijvoorbeeld denken aan projecten, toch wel wat verschillende vragen liggen met eventuele verschillende inzet van mensen. En dat zouden we vanuit de organisatie en vanuit u als raad toch wat willen benaderen, niet als vraag gestuurd vanuit de samenleving. Uiteindelijk natuurlijk wel, uiteindelijk komt die vraag altijd uit de samenleving, maar het is een vraag van het bestuur, gemeentebestuur. Dat zijn u en wij. Om te kijken of je dat niet veel beter wat vraaggestuurder kunt doen en daar dus ook een knip in aanbrengen. Nou, daar zullen we wat onderzoek naar doen. En misschien komt er wel uit dat er weinig verschil is in die verhouding zoals we die ook voor de going concern taken kennen. Maar dat zouden we wel graag in beeld willen hebben, omdat we daar wel wat gedachten bij hebben. Ik denk van nou, misschien zijn wij het ene jaar wel wat meer met grote projecten. Denk aan een stationsomgeving. Maar je kan ook in een ander jaar zouden in om en anders kunnen zijn met hun centrumactiviteiten. Zo zou je ook kunnen kijken naar bijvoorbeeld beleidsontwikkeling. Maar dan losgekoppeld van die going concern, echt de wat andere dingen dan de going concern zaken. We hebben ze tenslotte in onze eigen organisatie, hadden we dat ook altijd al losgekoppeld in een projectorganisatie naast de staande organisatie. Dus het is niet absoluut noodzakelijk. Maar wij denken dat het goed is om het te onderzoeken. En mocht zo zijn dat het niet een significant verschil is, moeten we vooral niet ingewikkeld maken, die opvatting deel ik. Maar anders zullen we daar met een voorstel naar u toe komen. Dan ligt er nog een vraag van. De heer Hoogmond wil een vraag stellen. Dank u wel. Dan toch even terug naar de basisgedachte achter zowel dit antwoord als het voorstel aan zich. Excuus. We hebben een gezamenlijke bestuursdienst. Die is niet voor niets gefuseerd. Lijkt mij. En daar achter een fusie zit meestal ook een zekere collectiviteitsgedachte. Laten we het samen oplossen. Als je nu zaken loskoppelt, blijft mijn vraag een beetje zweven tussen uw antwoord en het antwoord van de heer Snijders. Waar zit het strategisch denkvermogen? Excuses voor de bedrijfsvoeringsvraagstukken dan. Maar goed, maar daar zoek ik nu een beetje naar. Als we nu gewoon van iedere gemeente apart dit gaan ontwikkelen, blijft er wat mij betreft heel erg weinig over van het collectief en daarmee dus ook heel erg weinig van een gezamenlijke bestuursdienst. Dat onderschrijf ik niet. In ons beeld, in mijn beeld, is het zo dat het niet over 50% van de dienstverlening vanuit de BOA, dat het daarover gaat. Het gaat over misschien keer 20%. En ik vind het ook wel belangrijk voor de resultaatsturing in een organisatie, dat je ook zelf als organisatie nadenkt, welke projecten hebben we dit jaar lopen? Dan praat ik even over projecten. En hoeveel uren zouden we daarvoor in willen kopen? Ja, dat je toch wat, laat ik zeggen, van tevoren beter nadenkt over inzet van mensen en middelen en welk resultaat wil je daaruit halen. En wij denken dat we daar nog best een paar slagen in kunnen maken. En dan noem ik dat maar even ook gewoon bestuurlijk wat verbeteringsslagen, dat we heel goed van tevoren de zaak benoemen. En omdat we ook wel gezien hebben, en dat kan over de jaren heen, zal het waarschijnlijk zich wel uitmiddelen. Maar het ene jaar zit de ene gemeente er wat forser in met de aanspraak op buurt, het andere jaar de andere gemeente. Maar toch leek het ons goed om dat eruit te lichten. Het zou in financiële zin iets kunnen betekenen, maar het zou kunnen betekenen dat het een betere sturing geeft op zaken. Nou, dat zijn eigenlijk twee redenen om te zeggen, laten we nou eens even dit doorgaan gaan exerceren. En daar is volgend jaar misschien al wat proef mee draaien met verschillende zaken. Om dan aan het eind te besluiten van, nou, is dit het of is dit het niet, levert dit niks op. Dan moeten we vooral ermee stoppen. Als het wel iets oplevert, zouden we daar zeker mee door willen gaan. Akkoord. Voorzitter, mag ik nog één vraag hierover stellen? Ik dank u voor deze heldere uitleg. U komt dus met een uitwerking, zo staat het ook in het voorstel wat voor ons ligt. En deze uitwerking komt hier dus terug. Dat hoor ik u zeggen? Nou, de Raad heeft het financieel verdeelmodel vastgesteld. En als daar een wijziging in optreedt, lijkt het mij wel verstandig dat we u daarin voor een deel meenemen. Ja, want het gaat over geld tenslotte.
Ja? En dat is geld vanuit Hardenberg richting BOH. Ja? Dus als daar een wijziging in komt, dan zullen we daar bij u langskomen. Dan lag er nog een vraag van, kun je dat hele verhaal van de VPB, vennootschapsbelasting van de BOH, kun je dat meenemen in het traject of kan dat samen opgaan met de hele discussie en met het uitzoekwerk over plus- en basistaken? Nou, ik denk dat het zeer verstandig is om dat samen op te laten gaan. En in het kader van de VPB is er al natuurlijk het nodige onderzoek gedaan waar we eventueel gebruik van zouden kunnen maken. Maar we hebben niet de intentie om alles uit te pluizen voor de vaststelling, is dit nou een basistaak of is dit een plustaak? Ja, dat willen we niet. Ja, tot zoveel cijfers achter de komma doen, want dan schieten we volgens mij ons doel voorbij. Maar daar waar het samen op kan gaan met onderzoek vanuit de VPB, zullen we dat zeker meenemen. Dank u wel. Ik kijk de zaal rond om te informeren of er een tweede termijn behoefte is. Ja, Botthouwer en de VPD. Dan geef ik het woord aan de heer Gelling. Voorzitter, dank u wel. Het is nog vroeg, dus wellicht dat we nog even de diepte in kunnen. Ik hoorde net onze burgemeester als portefeuillehouder zeggen dat ter zake van de 3 K's met 2 K's in ieder geval de ontwikkeling aardig op koers ligt. Om de verwijzing maar te maken, punt nu. Maar de vraag is in hoeverre dat het gevolg is van de BOH. En dat is toch wat mij intrigeert, hè? De kwaliteit, dat is de eerste K die op koers ligt. Daarvan zie ik toch in het raadsvoorstel zelfs al een aantal punten die ook nog wel degelijk wat aandacht en verbetering nodig hebben. En de kosten, heel duidelijk, we hebben veel kosten bespaard. Maar de vraag is ook daar, is dat nou het gevolg van de BOH dat die kosten bespaard zijn? Of is die kostenbesparing nou gewoon het gevolg van de bezuiniging? Want ik lees ook in het verdeelmodel dat die 1,1 miljoen wel is opgegeven, maar waar die zich nu precies bevindt, dat blijft een beetje hangen. Maar met name ook, dus zijn al die kosten nou het gevolg van de BOH, of is het gewoon de tegen de stroom ingedachte die daarvoor debet is? En dan zegt de burgemeester, als die begint aan zijn constatering van, nou ja, de winkel is opengebleven. Ja, nou ja, als dat een positieve gedachte is, dan is dat fijn. Het is wel een hele schrale, te meer als je ziet dat in het verdeelmodel Deloitte komt op frictiekosten voor 4 jaar van bijna 7 miljoen. Dan kost het wel wat om de winkel open te houden en dan is ook daar dus de vraag, wat is nou de kwalitatieve toevoeging van de BOH? Daar kom ik telkens op terug. Pardon. Dus de hamvraag is die. En dan ga ik toch een paar voorbeelden even aanhalen die ik uit het om te beginnen jaarverslag van de BOH haal. Daar staat bijvoorbeeld op pagina 17 de constatering dat er een disbalans is tussen inzet en betrokkenheid van de medewerkers, dat de interne klanttevredenheid, dus de klanttevredenheid van de medewerkers, pagina 27 ook ondergemiddeld is, dat er op pagina 29 meer dan in andere gemeentes kosten worden gemaakt vanwege de samenvoeging voor cultuur, afstemming, bestuur, processen, ICT. Maar de belangrijkste, die vind ik toch wel echt nijpend, los van het kikkertje in mijn keel, is op pagina 16, dat vind ik een hele ernstige, daar staat de constatering: medewerkers spreken een lage waardering uit voor de samenwerking en zien het belang er minder van in. Dat is nogal wat, voorzitter. Dus komt dan weer ten aanzien van dit onderdeel. Ja, wat voegt nou die BOH precies toe aan de dienstverlening? En ik ga ook met u mee, niet zozeer ter zake van de gemeentes, maar voor de 80.000 inwoners die het betreft. Wat worden we daar beter van afgezet tegenover een eigen zelfstandige organisatie? Dan kom ik even terug naar het verdeelmodel, want ook daar lees ik toch wat ontevredenheid. Hè? Ook daar staat dat er gevoelens zijn van onduidelijkheid, die moeten worden weggenomen. Dan komt u zelf op de mogelijkheid van de vaste en variabele dienstverlening. Maar ook daar bent u een beetje gevangen in uw model, want de mensen van Deloitte constateren uiteindelijk dat naarmate de meertaken deel uitmaken van het basispakket, het verdeelmodel weer eenvoudiger is en meer taken in het basispakket veronderstellen ook meer mogelijkheid tot synergie. Dus dat blijft hangen. Ik geloof best dat u met heel veel moeite die BOH kunt verbeteren, dat u veel van die pijnpunten kunt weghalen. Maar de hamvraag is, wat wordt het er nou beter van? Zou het geen optie zijn, en daar kom ik toch even terug op wat ik eerder gehoord heb, waar u toch een beetje bij wegblijft, om niet zozeer op de agenda te zetten, maar eens te vragen aan de mensen in Ommen dat als ze nou echt niet met ons zouden willen samenwerken, het is maar net hoe je het brengt, zou nog wel eens de mogelijkheid willen zien uitgewerkt worden wat nou de gevolgen zouden zijn om gewoon weer een eigen organisatie te hebben.
En dat is helemaal niet zo erg, want er zijn namelijk bijna geen voorbeelden te noemen, voorzitter, van samenwerkingsverbanden die uiteindelijk heel erg succesvol zijn. Er zijn heel veel voorbeelden te noemen van samenwerking die uiteindelijk verzanden in goede bedoelingen, maar waarvan de synergievoordelen uiteindelijk niet meetbaar zijn. Dank u wel. Dan ga ik naar de heer Botter. Dank u wel, voorzitter. De portefeuillehouder, de burgemeester, heeft aangevoerd dat de doelstellingen aanvankelijk geformuleerd bij de vorming van de BOH ruimschoots zijn behaald in financiële zin. Dat wordt ook onderschreven door het rapport. En de vraag die wij in eerste instantie gesteld hadden is in hoeverre dat tot lastenverlaging voor onze burgers gaat leiden. Tweede vraag waar ik graag op terug wil komen is een opmerking van de burgemeester dat hij de bereidheid tot verdergaande samenwerking in de bestuurlijke vorm op dit moment niet heeft geproefd. Voorzitter, ik ga ervan uit dat de burgemeester spreekt voor onze gemeente, de gemeente Hardenberg. Maar in de bestuursdienst zit ook de gemeente Ommen. En op koers is nieuwsgierig hoe die proeverijen hebben plaatsgevonden in de bestuursdienst zelf en ten aanzien van de raad en het bestuur van de gemeente Ommen. Misschien kan daar nog iets preciezer de vinger op gelegd worden. Dan gaat het dus met name om de proeverijen. Dank u wel. We blijven wel bij het eten zitten, wat ik nog niet gedaan heb. Ik geef de portefeuillehouder het woord. Dank u, voorzitter. Allereerst maar even ingaan op de proeverijen van opkoers.nu. Hardenberg proeft hebben we dit weekend gehad, dus heeft u al een smaakmaker kunnen hebben. Waar ik het over heb gehad, als ik zeg van ik proef niet die bereidheid op dit moment, dan heb ik het vooral over wat ik zie en wat ik hoor en wat ik in gesprekken merk. En dan kijk, als ik kijk vanuit onze eigen gemeente Hardenberg, is daar iets over gezegd door verschillende partijen, wat ook voor een deel zijn weerslag heeft gehad, coalitieakkoord, over mogelijkheden onderzoeken tot. Als ik kijk naar de gemeente Ommen, dan constateer ik dat de raad daar niet die positie heeft ingenomen en daar ook niet dat gesprek over wil voeren tot op heden. Ik denk dat het ook vooral iets is van de raden zelf om eens te kijken of daar überhaupt mogelijkheden zijn, of daar een wens is. Dus wellicht zal er eens een gezamenlijke proeverij moeten komen van Hardenberg en Ommen samen. Geïnitieerd door de gemeenteraden om die route eens te verkennen of daar het gesprek is over aan te gaan. Dat is een suggestie van mijn kant in die zin. En tot dat moment willen wij graag op die inhoud die verdere versterking vinden als college. En ik denk ook dat we daar vanuit de college ook voor zijn om die stip op die horizon wel te zetten. Maar wij kunnen niet die andere stip zetten, want dat is niet in de verantwoordelijkheid van de colleges. Die ligt echt op het bordje van beide gemeenteraden. Dus een gezamenlijke proeverij zou een mooie suggestie zijn. Dan de vraag van de VVD, of de opmerkingen die nog door de fractie van de VVD zijn gemaakt. Waarbij ik dan ook maar even het grotere verhaal probeer te pakken rondom de kostenstructuur van de BOH. En in hoeverre dat nou de efficiëntiewinst die daar is behaald te danken is aan de BOH. Of dat we dat ook niet gewoon als Hardenberg hadden kunnen doen. Dat is de vraag. Dat is heel moeilijk uit elkaar te halen. Ik kan er alleen maar over zeggen. Door de bestuursdienst, door de vorming van de bestuursdienst, hebben we wel meer massa gecreëerd met elkaar. En hebben we ook meer bezuinigingsmogelijkheden kunnen vinden dan die we anders als Hardenberg alleen hadden gevonden. En een heel concreet voorbeeld wat ik altijd maar gebruik is, dat is een hele eenvoudige, maar er zijn meer te noemen. Maar is de buitendienst, het openbaar gebied, hoe we daarmee zijn omgegaan. Daar zijn enorme efficiëntievoordelen gehaald door het samenvoegen van die buitendienst van Ommen en Hardenberg samen. Dat is de meest concrete, maar die is ook heel zichtbaar. In de zin van routes op elkaar gaan afstemmen. Maaieroutes, strooieroutes, aanschaf van materieel. Daar is enorm veel op bezuinigd in aanbestedingen. En dat is echt een verdienste die we als Hardenberg nooit en te nimmer hadden gehaald. En daar zijn echt 100.000 euro's uit gehaald. En dat is het meest concrete voorbeeld wat ik altijd maar benoem. Als u het heeft over de frictiekosten, dat is een interessante. Want de frictiekosten
die zijn eigenlijk helemaal niet inherent aan de bestuursdienst om Hardenberg. De frictiekosten die zijn gemaakt en die zijn inherent aan de bezuinigingsprogramma's die we hebben doorgevoerd, waarbij we ook gevolgen hadden voor het personeel. Dus die hadden we ook gehad als we als eigen gemeente een bezuinigingsprogramma hadden doorgevoerd, wat ook personele effecten zou hebben op onze eigen gemeente, als we eigen gemeente waren geweest qua organisatie. Dus dat u zegt, nou ja, dat is 7 miljoen frictiegeld. Overigens, dan denk ik van, ja, dat is eenmalig geld. Maar die hadden we ook gehad, misschien iets minder. Maar 6 miljoen, denk ik, zo ongeveer kom je wel uit. Of 5, dat maakt niet uit. Maar in ieder geval, een fors deel van dat frictiegeld hadden we als Hardenberg zelf ook moeten nemen. En daar zet ik dan toch daartegenover de 6 miljoen, als ik ook 2011-2017, de totale periode nu even kijk, ook de komende bezuiniging die er nog in zit, dan bezuinigen wij structureel 6 miljoen euro op de bestuursdienst. Dus dat geld hebben we al lang in die zin terugverdiend. En dan kom ik ook bij de vraag van de heer Botten. Ja, wat merkt de burger daar nou van in zijn lasten? En dat is wel eens waar, die 6 miljoen structureel. Alleen die hebben we natuurlijk voor een deel ook weer ingezet op andere terreinen. Omdat er ook allerlei beleidsvoornemens zijn en wensen zijn om in te vullen. Dus ik kan niet zeggen, die 6 miljoen hebben we teruggegeven aan de burger via een lastenverlichting op de OZB. Omdat die door uw raad in de integraliteit van de begroting ook weer voor een deel is ingevuld door andere wensen en verlangens die er zijn. Maar het heeft in ieder geval wel geleid tot minder lastendruk. Helderder kan ik hem niet maken. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Dan kijk ik de zaal rond en ik zie niemand die een derde termijn wil. Ja, voorzitter. Sorry. Volgens mij had het PvdA nog een vraag gesteld aan de raad. Ja, dat klopt. Alleen mevrouw Ploekhorst is even weg. Kan jij hem overnemen? Ja hoor. Maar ik weet niet meer wat de vraag was. De voorzitter vast wel. Voorzitter, ik wil de heer Jonkhans helpen. Graag. De vraag van de PvdA was in hoeverre de collega-fracties bereid waren om een verdergaande vorm van samenwerking binnen de bestuursdienst verder te ontwikkelen, zodanig dat ook de besturen op enig moment zouden kunnen samenwerken. Althans, zo heb ik hem voor mezelf betaald. En als het anders is, dan mogen de andere fractievoorzitters of woordvoerders daar iets aan vastkoppelen. Dank u wel. Dan vraag ik dus bij deze een reactie van de heer Van der Valk. Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat de portefeuillehouder het ook al een beetje schetst. De bereidheid daartoe in het Hardenbergse is denk ik in zijn algemeenheid is redelijk groot. Men staat er voor open. We hebben ook in het coalitieakkoord aangegeven van nou, bekijk dat nou eens hoe dat zou kunnen. Maar het schijnt toch dat het in Ommen in de raad toch iets anders ligt dan hier. Dus meneer Jonkhans en mevrouw Kloekhorst, misschien moeten we de vragen ook nog eens naar Ommen toestellen. Dat was ook de suggestie van de portefeuillehouder. Ja. Zijn er andere fracties die hierop willen reageren? Ik zie mevrouw Van den Hoek, ik zie de heer Rodemond, de heer Stelpstra en de heer Gelling. Ik begin bij de heer Stelpstra. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb de vraag iets anders geïnterpreteerd. Ik dacht dat de vraagstelling was of we niet even pas op de plaats moesten maken met de organisatieontwikkeling tot er helderheid was over de ambitie. Ik denk niet dat we daarop hoeven te wachten. En de ambitie van de ChristenUnie staat heel duidelijk in ons verkiezingsprogramma. Dat ken ik niet uit mijn hoofd, misschien. En dat is dat wij een verdergaande samenwerking graag voor ons zien. Oké, de heer Gelling. Ja, nou, voorzitter, dank u wel. Het mogen duidelijk zijn dat wij dat ook voorstaan, waarbij wellicht het momentum even gezocht moet worden, want ik kan me voorstellen dat een vraag in die richting om en nu wat ongelukkig is. Maar ik denk wel dat het verstandig is om het op de agenda te stellen en dat op een hele vriendelijke manier om eens te kijken of we uiteindelijk kunnen komen tot een intensivering van de samenwerking.
er waren Ommenaren die vandaag in de pers melden dat dit misschien wel een goed moment zou zijn. Er waren ook Ommenaren die hadden iets naast voor een voorzitter in gedachten. En die onthouden u graag, voorzitter. Dat is waar. En meneer Rodermond. Dank u wel, voorzitter. Ja, in de ogen van D66 ontkom je bijna niet aan uiteindelijk een bestuurlijke samenwerking tussen onder andere Hardenberg en Ommen. Mogelijk is dat gebied nog groter als het aan de minister ligt, tenminste de huidige minister. Dus in die zin denk ik dat het heel goed is om op zijn minst te onderzoeken tussen beide gemeenten wat de voordelen zouden zijn op bestuurlijk en op ambtelijk niveau. Om eens wat strenger te gaan samenwerken wat dat betreft. Onderzoeken is altijd goed. Meneer Botter heeft zich ook nog gemeld. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de ontwikkeling van de BOH, dat is niet zo'n hele moeilijke. Die BOH die is gevormd, die is er nu één keer en die ontwikkeling moet gewoon door. Dus een pas op de plaats is het antwoord nee. Ten aanzien van een verdere bestuurlijke samenwerking, dat vinden wij op dit moment duidelijk een brug te ver. Dat is het antwoord op de vraag van de PvdA. Dat is helder, mevrouw Van den Hoek. Dank u wel, voorzitter. Ik sluit me aan dat je een traject wat ingezet niet zomaar moet onderbreken en pas op de plaats in deze helemaal niet wenselijk is. Maar daar waar het logischerwijs gevolg is dat je uiteindelijk toch een bestuurlijke fusie moet gaan overwegen, zijn wij absoluut daar geen tegenstanders van, integendeel. Maar wat me wel brengt naar een aantal dingen die terug blijven komen, is het algehele beeld van hoe onze BOH bekend staat, oftewel de dienstverlening en de betrouwbaarheid en de toegankelijkheid voor burgers en hun inspraak. En wellicht is het wel een suggestie om als raad te kijken hoe wij mee kunnen helpen, participeren om het betrekken van burgers en organisaties en de participatie vanuit de overheid te bespoedigen. En dat we dat niet allemaal blijven terugleggen op de BOH. En ik denk dat daar ook een eigen verantwoordelijkheid ligt vanuit de raad of raden. En ik denk dat dat een hogere prioriteit zou moeten hebben dan nu prematuur te praten over een bestuurlijke fusie. Duidelijk. Waarvoor dank. Ik kijk de zaal rond en stel dan nu weer de vraag of er behoefte is aan een derde termijn. Die is er niet. Dan is de volgende vraag, wordt dit een hamerstuk of een agenda, bespreekstuk? Hamerstuk. PVD, hamerstuk. D66. Meneer Botter. Op voorhand wordt het geen hamerstuk wat ons betreft, voorzitter. Als wij tot het voortschrijdende inzicht komen dat het wel kan, zodat we dat de Griffie dat vroegtijdig laten weten. Dan wordt het een bespreekstuk en wij wachten op uw voortschrijdende inzicht. Dan kom ik aan de afronding van deze vergadering. Is er iemand die een vraag heeft voor de rondvraag? Nee? Dan sluit ik bij deze de vergadering. Dank allen.